Ik stel jullie de volgende lezen voor op deze actie. Kevin van Ekelen doet onderzoek bij de vakgroep Duits. Hij is bezig met zijn doctoraat en doet onderzoek op basis van de mimetische theorie van René Girard. Vandaag zal hij voor jullie lezen het verhaal Moord op een boterbloem van Alfred Dubin. Ja, dus Alfred Dubin is uiteraard een auteur met de moderne, dat wil zeggen in dit geval begin 20e eeuw. Hij is voornamelijk gekend vanwege zijn, zoals dat dan heet, grootschatroman Berlin-Alexanderplatz. Maar we zien eigenlijk bij hem een fenomeen dat we ook bij meerdere andere Duitse auteurs zien. Namelijk dat er in zijn schrijven een soort medische interesse is. Hij was ook zelf psychiater. En het verhaal dat ik u ga lezen, de moord op een boterbloem, dus een klopper die naar Hortel gaat, boterbloemen, dat is uiteraard een beschrijving, een psychiatrische beschrijving, dus hij was een psychiater, en hij beschrijft in zekere zin op een ideaal-technische manier een Korsakovse psychose. De moord op een boterbloem. De in het zwart geklede heer had eerst, toen hij de brede sparweg naar Sint-Ottilien opliep, zijn stappen geteld, 1, 2, 3, tot 100 en terug. En bij elke pas zijn heupen krachtig naar rechts en links gericht. Wat is er gebeurd? Vroeg hij zich naar een poos. Ik ben niet dronken. De kop mag niet wegstaan. Hij moet blijven liggen. Hij moet in het gras blijven liggen. En dat bloed. Ik herinner me die bloem. Ik ben mij absoluut van niet bewust. Hij was verbaasd, ontsteld, argwanend tegenover zichzelf. Alles in hem was op die woeste opwinding gericht, piekerde vol ontzetting over de bloem, de weggezonken kop, de bloedende stijl. Hoho, ze wilden hem tegenhouden. Niets wou hem tegenhouden. Hij zou haar wel winnen. Hij klauterde weer terug. Waar was dat plek? Hij moest de juiste plek vinden. Kon hij de bloem maar roepen, maar hoe heette ze eigenlijk? Hij wist niet eens hoe ze heet. Ellen. Misschien heet ze Ellen. Ja, beslist, Ellen. Hij fluisterde in het gras, bukte zich om de planten met zijn handen aan te raken. Is Ellen hier? Waar ligt Ellen? Want nou, ze is gewond aan haar hoofd, vlak onder haar hoofd. Jullie weten misschien nog niet, maar ik wil haar helpen. Ik ben dokter. Een barmhartig medemens. Kom, waar ligt ze? Jullie kunnen het gerust zeggen, echt waar. Maar hoe kon hij haar, die hij gebroken had, herkennen? Misschien beroerde hij haar juist met zijn hand. Misschien blies ze vlak naast hem haar laatste adem uit. Dat mocht niet. Hij brulde: voor de dag met haar! Maak me niet gek, staat je stukken! Ik ben een barmhartig medemens. Verstaat je geen Duits? Hij ging lang uit op de grond liggen, zocht, vroette tenslotte blindelings in het gras, knakte de planten en krabde ze stuk, waarbij zijn mond open stond en zijn ogen starend flikkerden. Hij lag nog lang na te suffen. Uitleven. Er moet een voorwaarde worden gesteld. Preliminair. De arts heeft recht op zijn patiënt. Er moeten wetten worden ingediend. De bomen stonden diep zwart in de grijze lucht langs de weg en overal om hem heen. Het was ook te laat. De kop was beslist al verbrand. Hij schrok hevig van de gedachte aan een onherroepelijke dood. Zijn schouders schokten ervan. De zwarte, ronde gestalte stond uit het gras op en wakkelde langs de rand van de weg naar beneden. Ze was dood door zijn doen. Hij zuchtte en wreef bijtend over zijn voorhoofd. Ze zouden zich op hem storten van alle kanten. Ze deden maar, het kon hem allemaal niks meer schelen. Het was hem allemaal meteen. Ze zouden hem onthoofden, zijn oren afrukken, zijn handen in groeiende kolen leggen. Hij kon niks meer doen. Hij wist dat ze er allemaal plezier in zouden hebben, maar hij zou geen kick geven tot vermaak
van de laaghartige beulsknechten. Ze hadden het recht niet om hen te straffen. Ze waren zelf verdorven. Ja, hij had die bloem gedood. En daar ging er helemaal niks aan. Het was zijn groot recht waar hij tegenover hen aan vasthield. Hij had het recht bloemen te doden. En hij voelde zich niet verplicht om daarna naar toe te gaan. Hij kon zoveel bloemen vermogen als hij wilde. Maar in de rondte, naar het noorden, het zuiden, de westen, de oosten, ook als alles nog tot de Grieken. En als ze bleven lachen, zou hij naar de straat vliegen. Hij bleef staan, zijn blik schoot giftig door de diepe duisternis van de berg. Zijn lippen stonden bol van het bloed. Daarna stelde hij haastig verder. Eigenlijk moest hij de zusters van de doden hier in het bos condoleren. En wees dat dat ongeluk vrijwel zonder zijn toedoen was gebeurd. Herinnerde aan de treurige staat van uitputting waarin hij boven was gekomen. En aan de hitte. Maar in feite liet de boot. Oh, wat zou hij de oude pest haar volkomen op een zijspoor zijn. De met de wet vertrouwde koopman herinnerde zich een paragraaf over schuldvergelijking. Met zijn zakmes groef hij een dichtbijstaand plantje uit, droeg het voorzichtig in zijn hand naar huis en plantte het in een met goud versierde porseleinen pot die hij op een mozaïektafeltje in zijn slaapkamer neerzet. Op die bodem van de pot schreef hij met houtspoor paragraaf 2403, lid 5. De gelukkige gewone plant iedere dag met een kwaadaardige toewijding en offerde de doden aan. Door de wet, eventueel door maatregelen van de politie, was ze gedwongen zich erbij neer te leggen. Ze kreeg geen kommetje meer, geen eten, geen geld. Vaak meende hij als hij op de sofa lag, dat hij haar gejammer, haar langgerekt gekreun kon horen. Het zelfbewustzijn van meneer Michael nam een onvermoede lucht. Soms had hij haast bevliegingen van grootheid smaakte. Zo zonnig was zijn leven nog nooit geweest. Toen hij op een avond opgewekt van zijn kantoor naar huis was geslenterd, deelde zijn huishoudster hem meteen al bij zijn binnenkomst gelaten mee dat het tafeltje bij het schoonmaken was omgevallen en de pot daarbij gebroken was. Ze had de plant, dat ordinaire ratting, met alle scherven in de vuilnis zijn we laten horen. Uit de nuchtere, enigszins minachtende toon waarop het mens over ongelukje sprak, bleek dat ze het gebeurde van harte toejuichen. De corpulente meneer Michael wierp de deur in het slot, sloeg zijn handen ineen, kraaide luidkeels van geluk en tilde het verbaasde vrouwspersoon bij de heupen in de lucht, voor zover zijn krachten de hoogte van het plafond te toestonden. Daarna huppelde hij van de gang naar zijn slaapkamer, met fonkelende ogen, uiterst opgewonden. Hij snoof luid en stampte met zijn voet. Zijn lippen trilden. Niemand kon hem iets verwijten. Zelfs het diepst van zijn gedachte had hij die bloem niet doodgewenst. Geen haar op zijn hoofd dat eraan gedacht had. De oude schoonmoeder kon in vloeken en zij was stil. Hij had mij haar niks meer te maken. Het was definitief uitgesneden. Nu was hij van de hele bonderbloemenfamilie belast. Het recht en het geluk stonden aan zijn kant. Het was buitengewoon. Hij had het bos bij de neus. Hij wilde meteen naar Sint-Ottilien, dat chagrijnige, stalloos in. In zijn gedachten zwaaide hij al met zijn zwarte stokje, bloemen, kikkerbisjes en ook ballen moesten aangehouden. Hij kon alweer moord naar zijn wil. Hij had lak aan alle bouten bloemen. Vol eetverwaak lag dat dikke, keurig geklede man Michael Fischer op zijn chaise alone met een schillebuiken van het lak. Opeens sprong hij overeind, trok zijn hoed over zijn schedel
en stormde langs de verblufte huishoudster het huis uit de straat. En lachte en brustte uit. En zo verdween hij in de duisternis van het dek.